Goedemiddag allemaal. Welkom bij dit CSRD-webinar. Uh, mijn naam is Sabrina Takurana. Ik ben werkzaam binnen de controlepraktijk als auditpartner. En dit is mijn collega Jure Adema, senior consultant bij onze sustainabilitypraktijk. Um, voordat ik de agenda van vandaag ga doornemen, lijkt het me goed om nog eerst even wat praktische zaken te melden. De sheets van vandaag die krijgen jullie achteraf nog gestuurd. Dit webinar wordt opgenomen en er is uiteraard ook ruimte om vragen te stellen. Jurre houdt uh, op de tablet bij welke vragen er binnenkomen en zal deze tijdens het webinar ook bespreken. Je kunt doorklikken. Um, wat gaan we vandaag bespreken? We staan eerst even nog stil bij de CSRD in Vogelvlucht. Wat zijn de European Sustainability Reporting Standards? Hoe zijn deze tot stand gekomen? En we gaan vandaag een verdiepingsslag maken in ESRS 1 en 2. En we sluiten af met tips, maar uiteraard is er ook gelegenheid om vragen te, st vragen te stellen. CSRD in Vogelvlucht, waar komt het vandaan en wat betekent het jurren? Ja, ik denk toch goed om even een klein stukje introductie te beginnen voordat we de diepte ingaan. Uh, we hebben het over de CSRD, de Corporate Sustainability Reporting Directive. En dat komt eigenlijk vanuit een breder kader. Europa heeft namelijk gezegd: wij willen het meest duurzame continent worden ter wereld. En daarvoor hebben we een ambitie gesteld uh, dat we vol op duurzaamheid gaan inzet, inzetten. Daarvoor hebben we meer inzicht nodig in hoe duurzaam zijn we nou eigenlijk bezig. En als dat lukt, dan hopen we ook veel meer kapitaalstromen naar duurzame activiteiten te kunnen leiden met het idee dat dan uiteindelijk wij als samenleving een stuk duurzamer worden. Nou. Dat zijn best wel flinke ambities en dat begint eigenlijk met stap één. En dat is een keer al die informatie bovenhalen. Boven en vandaar dat ze dus nu met een voorstel zijn gekomen voor een rapportageverplichting als het gaat om uh, duurzaamheidsinformatie. Nou, dat komt dus eigenlijk allemaal vanuit het Parijsakkoord wat we ooit hebben afgesloten. De EU heeft daarop mm -hmm. een Green Deal gestart. En een van de dingen die daaruit gevolgd is dan de CSRD waar wij het vandaag ook over gaan hebben. De Corporate Sustainability Reporting Directive. Uh, dat, verplicht, dat is een nieuwe wetgeving wat ondernemingen verplicht om te rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid en prestaties. En de verplichting geldt voor grote ondernemingen. En je bent een grote onderneming als je voldoet aan twee van de drie uh, criteria's: als je meer dan 250 medewerkers hebt, meer dan 40 miljoen omzet of meer dan 20 miljoen balanstaal. Uiteraard geldt dit ook voor beursfondsen. Die waren al in scope voor de NFRD en uh, de scope is uitgebreid doordat grote ondernemingen hier ook onder vallen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u een gebroken boekjaar heeft. Dus dat is bijvoorbeeld per 1 juli 2025. Dan is het eerste rapportagejaar op het boekjaar waarover, je, uh, waarover u verplicht bent te rapporteren 1 juli 2025. Dus alle boekjaren die op of na 1 januari 2025 aanvangen voor grote ondernemingen zijn in scope. Ja, en dan zijn die criteria best wel helder. Maar een vraag die ik nog best wel vaak krijg is: wat moet ik als stichting bijvoorbeeld? Val ik hier dan ook onder? Ja, hele goede vraag, Jurre. Dat is ook een vraag die we vaak in de praktijk ook krijgen. Van zijn stichtingen en verenigingen nu ook in scope voor de CSRD? Mm -hmm. De CSRD is helaas nog niet verankerd in de Nederlandse wetgeving, in de Nederlandse wet. Dus uh, de wetgever moet hier nog een uitspraak over doen of stichtingen of verenigingen ook in scope zijn. Maar wat wel helder is, dat in ieder geval uh, BV's, NV's en CV's die voldoen aan die grote criteria mm -hmm. in scope zijn. Ja, en ik denk wat mijn antwoord ook vaak eigenlijk wel is, is dat even los van wat je formeel moet. Uh, kijkend naar waar we als maatschappij naartoe gaan en ook wat waarschijnlijk veel van je klanten, van je stakeholders willen. Uh, vind ik het ook bijna niet meer dan logisch dat je hier vrijwillig aan mee gaat doen. Ook al is dat niet altijd een even populaire uh, boodschap. Nee, zeker. En het kan ook gefaseerd. Het hoeft niet mm -hmm. allemaal in één keer. Maar uh, we komen daar straks ook op terug. Vanuit de keten is dit steeds en steeds meer een vraag wat uh, uh, vaker, uh, nou ja, een e vereiste wat eigenlijk vaker uh, gesteld gaat worden. Ja, echt van nice to have naar must have. Uh, ja, ja, zeker. Um, wat is de ECRS? ES wie maakt het en wat is de status daarvan? Jus? Ja. Um, als het over dit domein gaat, dan strooien we maar vaak met heel veel afkortingen. En dat kan soms natuurlijk ook wel een beetje verwarrend zijn. Dus ik denk goed om toch even stil te staan bij al die verschillende afkortingen. En de belangrijkste daarin is, uh, is eigenlijk de Europese Commissie. Uh, ja. Die stelt de wetten voor de EU en die vinden dan weer een weg ook naar de nazistaten, zoals wij hier in Nederland. En wat de Europese Commissie uh, heeft gedaan, zoals ik eerder toelichtte, die hebben de Green Deal ontwikkeld. En een deel daarin is een rapportageverplichting die zich dan weer uitmondt in de CSRD. Nou, dat CSRD is niet helemaal nieuw. Want er was namelijk eerst hier ook al een voorganger van. En die was eigenlijk alleen inderdaad wat je zei voor uh, OOB, voor beursfondsen, dan uh, had je hiermee te maken. Nou, dat was nog relatief makkelijk. Je moest iets zeggen over ESG, iets over duurzaamheid. En eigenlijk zat het wel goed. Nou, nu wordt er echt wel een verdiepingsslag aan gebracht. En om dat te kunnen doen, moet er ook een kader worden geboden. Want ja, wat moeten we dan eigenlijk rapporteren? Die vraag die gaat de Europese Commissie ook niet helemaal zelf beantwoorden. Daarvoor hebben ze uh, de EFRAG aangesteld, de European Financial Reporting Advisory Group. En die heeft eigenlijk een mandaat gekregen om rapportagestandaarden te maken. En die rapportagestandaarden is ja, ook het voornaamste doel van vandaag uh, voor jou en mij om het over te hebben. Dat zijn de European Sustainability Reporting Standards. Nou, helemaal vol, dus laten we het gewoon op de e-stress uh, houden. Ja. Yeah. En uh, de NFRD, wat was de rol van de accountant daarbij? Was het de verplichting om, om, die, om, om de rapportage voorheen te controleren? Misschien is dat ook. Of zet je het om... wel even voor het blok? <laughs> uh, nee, voor, voor zover ik weet werd er wel naar gekeken, maar werd er verder geen uh, verklaring op afgegeven. Exact, dus vanuit de CSRD is er een verplichting dat er ook assurance wordt afgegeven op uh, het duurzaamheidsverslag. Ja, en daar komen we zo meteen nog op terug, maar dat betekent dus ook wel wat. Zeker, zeker. Uh, dus uh, zoals Jurre al aangaf zijn de ESRS rapportagestandaarden en, uh, en die, uh, die vereisten beschrijven voor het duurzaamheidsverslag. Dus die geven wat meer kaders ook wat er eigenlijk omschreven moet worden in het duurzaamheidsverslag. Uh, de Europese Commissie stelt uiterlijk 30 juni 2023 de standaarden vast. Ze zijn nog in concept beschikbaar. Maar uh, de verwachting is dat, uh, dat ze grotendeels uh, in lijn zullen blijven... met de huidige concepten waar wij ook natuurlijk mee bezig zijn. Uh, en dat er, uh, dat er weinig significante veranderingen uh, uh, zullen komen. Klopt dat, Jurre? Ja, dat, dat is, is, wat is wel de huidige verwachting. En dat is natuurlijk wel een spannende, want ik ga hier ook geen garanties geven. Nee. Uh, maar er is al een eerdere consultatie geweest. Dat betekent dat de markt is ondervraagd. Heel veel mensen input hebben kunnen geven. Ja. Dus we gaan er vanuit dat dit gro ja, grofweg zo blijft staan. Dus een voorbeeldje... De de standaarden waren eigenlijk twee keer zo lang, met twee keer zoveel uh, rapportage vereisten. En dat hebben ze flink naar beneden gehaald. Juist ook omdat nou, de markt daar wel uh, moeilijkheden in zag. Is het een zekerheid dat wat nu op tafel ligt ook op 1 juli? Dus hetgeen wat we voor ons hebben? Nee. Maar ga daar alsjeblieft wel mee aan de slag. Want ja, meer informatie gaan we op dit moment ook niet hebben. Nee, en we weten nee. uit ervaring dat het gewoon tijd kost om dit ook uh, ja, op te nemen en te gaan implementeren. Ja, en twee rapportagecycli is best wel wat tijd. Ja. Dus zeker op het moment dat jij over boekjaar 2024 moet rapporteren, dus begin 2025 moet dan je eerste rapport klaar. Ja, dan moet je wel gaan rennen. Zeker, zeker. Um, hiervoor u ziet u een ESRS-structuur, uh, dus welke rapportagestandaarden er uh, uh, zijn gepubliceerd in concept. Dat zijn er in totaal twaalf. De eerste uh, drie standaarden die zijn verplicht, dat zijn de ESRS 1, 2 en E1. En de crosscutting standards, dat zijn eigenlijk standaarden die voor alle organisaties die binnen de CSRD in scope zijn, uh, verplicht worden gesteld. Ja. En climate change is daarbij ook toegevoegd. Um, en daarnaast heb je ook nog de standaard op social gebied voor own workforce. En dat is alleen verplicht voor ondernemingen die meer dan 250 medewerkers hebben. Ja, eigenlijk de meeste bedrijven die voldoen aan de criteria, voldoen ook wel aan dit criterium. Maar er zijn enkele uh, waarbij die, het niet van toepassing is. Nee, nee zeker. Maar wat ik me soms wel afvraag is zeg maar als je bijvoorbeeld een, uh, uh, een dienstverlener bent, Jurre, ja. en ik zie deze onderwerpen hier staan, moet ik dan ook iets rapporteren over biodiversiteit? Nou. Is alles verplicht? Dat is de goede vraag, ook omdat daar, ik merk dat daar af en toe wel verwarring over ontstaan is. In een eerder concept uh, van deze standaard werd namelijk eigenlijk gezegd, alles is belangrijk, tenzij je kunt onderbouwen, waarom dat niet het geval is. Nou, gelukkig hebben ze dat nu omgedraaid. Dus jij moet juist als bedrijf laten zien, wat zijn voor mij de meest materiële onderwerpen, wat is het meest significant en relevant op het gebied van duurzaamheid. En over die onderwerpen, uh, ja, daar moet je over rapporteren en komen allemaal verplichtingen bij. Nou, als je kijkt naar een dienstverlener, zoals wij zelf vanuit Grant Thornton. Um, ik zou zeggen, gemiddeld genomen, dat onze impact op biodiversiteit minim is. Tenzij we bijvoorbeeld een aantal um, locaties zouden hebben in de buurt van Natura 2000-gebieden. Dan is dat mogelijk een ander geval. maar, ja, dat, maar dat, is, dat hebben we niet. Dat hebben we niet. Dus ik zou het raar vinden als die nu op ons lijstje zou komen. Ja, ja. oké. Okay. Helder. Um, nou, vandaag ligt de focus met name op ECRS 1 en ECRS 2. ECRS 1 beschrijft met name de spelregels, de uitgangspunten en de principes. En ECRS 2 gaat meer over de uh, acties die naar aanleiding van de materiële thema's genomen moeten worden. Um hier zien jullie nog een uh, overzicht van de eerste pagina van uh, de rapportagestandaarden. Um, achteraf zullen we ook de link delen waar uh, de rapportagestandaarden um, um, beschikbaar, of waar ze, nee. waar ze beschikbaar zijn. Um, maar ik denk dat, de, dat het best wel veel informatie is om door te nemen, Jurre. Ja, um, het zijn ook wel. Nou, ik denk een pagina of 30, à 40 voor elk van deze stukken. Dus dat ik best wel veel, maar zoals jij net aangaf, ze zijn niet per se allemaal relevant. Dus focus op die, die twee in het geel, de ESRS 1 en 2. En kijk naar climate change. Je weet dat je daar hoe dan ook wat mee doet. Dus ga daar naar kijken. Ja. En ik zou het ook niet per se gelijk regel voor regel doorlezen, maar pak er meer uit wat zijn voor mij de belangrijke blokken. Ja. Dus als je bezig bent met uh, climate change, er staat iets in over CO2-beleid of een klimaatbeleid, Nou, mogelijk heb je dat al. Kijk dan even, wat voor beleid heb ik, wat vraagt de ECRS? Ja. Dus ik denk, maak het ook werkbaar voor je, want anders is het ook best wel taaie kost om, uh, om doorheen te gaan. Zeker, zeker. Um... Waar krijgt het duurzaamheidsverslag een plek binnen, de, binnen, binnen, de, binnen het jaarverslag? Het, het duurzaamheidsverslag wordt een onderdeel van het bestuursverslag. Dus er komt een aparte sectie waarin, de, uh, uh, waar, waarin het duurzaamheidsverslag wordt uh, uh, opgenomen. En um, het kan zo zijn dat er in het duurzaamheidsverslag bepaalde, um, of dat de rapportagestandaarden bepaalde vereisten verplichten om op te, opgenomen te worden. Uh, maar, uh, maar dat het al ergens anders binnen het jaarverslag al opgenomen is. Dus dat, dan is het niet nodig om twee keer het, dezelfde informatie op te nemen. Dus dan mag je er ook naar verwijzen waar als het in hetzelfde rapport ergens anders staat. Ja, en die vind ik nog best wel lastig. Want wat je denk ik de laatste, jaar, de laatste vijf à tien jaar hebt gezien, is dat uh, veel organisaties van een uh, louter financieel verslag naar een meer integrated report zijn gegaan. Zeker, een holistische ja. beeld waarin we duurzaam, uh, duurzaamheid eigenlijk net zo belangrijk maken als financiële waarde. Maar als ik dit zo zie, dan trekken we dat weer wat los. Het staat wel in hetzelfde rapport. Maar het stuk duurzaamheid krijgt wel een eigen onderdeel. Zeker. Dus de, het, het stuk duurzaamheid krijgt wel een eigen onderdeel. Maar het kan zo zijn dat algemene informatie, ook al opgenomen is bijvoorbeeld een beschrijving van de activiteiten, ja. ook al is opgenomen in de jaarrekening, dan mag je daarnaar verwijzen. Dus het blijft als, alsnog één een, een geheel. Ja. En als het uh, te herleiden is, dat, het, dat, is dat, de, dat, uh, dat dezelfde informatie ergens anders in het jaarverslag staat, dan mag je ernaar verwijzen. Want anders wordt het weer een dik boekwerk en dat willen we niet. Ik ben wel heel benieuwd naar die eerste verslagen die hieraan gaan voldoen ja. en hoe dik die zijn. Dat, ja. uh, dat gaat nog spannender worden. <laughs> nou, de focus vandaag is inderdaad op de general uh, aspects, aspecten, dus uh, ESRS 1 en 2. Wat, wat is de ESRS 1 eigenlijk, uh, Jure? Welke onderwerpen vallen hieronder? Ja, het geeft een aantal belangrijke uitgangspunten weer. Um, een punt wat we eigenlijk net al noemden, maar dat gaat over materialiteit. Mogelijk een begrip wat je ook wel kent vanuit de financiële uh, wereld, natuurlijk. Maar wat we binnen de duurzaamheidswereld al langer gebruiken, is uh, materialiteit als begrip van: kader nou even af wat echt belangrijk voor je is. Uh -huh. Als we het over duurzaamheid hebben, dan gaat het eigenlijk over alles: van je medewerkers tot je afval tot wat er om je heen gebeurt. En dat is veel, en dat is ook te veel. Dus het idee is dat je daar eigenlijk een selectie maakt van wat zijn nou echt de onderwerpen waar ik me op zou moeten richten. En dat eigenlijk al het andere je dat dan nou, niet, niet hoeft te doen, maar in ieder geval daar niet zo op focust. Um, <coughs> dat is het idee van dubbele materialiteit. En daar zullen we het denk ik vandaag ook voornamelijk over hebben, omdat dat ook echt het fundament is van het rapport. Zeker, Want wat ja. schrijf je op in het rapport, dat hangt ervan af wat voor onderwerpen er komen uit jouw analyse van materialiteit. Ja. Nou, als je dat... Uh, die analyse uitvoert, wat een belangrijk onderdeel is dat je ook je waardeketen erin meeneemt. Vaak als het over duurzaamheid gaat, zijn organisaties toch wel geneigd om alleen nou, binnen de eigen deuren te kijken. Dat is ook heel belangrijk. Maar we weten dat ook, dat heel veel van de nou, positieve en met name negatieve impact juist in de keten plaatsvindt. Ja. Dat is uitdagend. Dit is ook de grootste vraag of, of frustratie bijna, die ik soms ook wel uh, hoor van organisaties die zeggen, ja maar het is al moeilijk genoeg om zelf duurzaam te zijn. Hoeveel invloed hebben wij bij onze ketenpartners en wat kunnen we daar doen? Uh -huh. Nou, dat beseft de Europese Commissie zich ook. Dus die zegt, ik wil wel dat je informatie hebt over alles, uh, alle materiële impacts, risico's en kansen die plaatsvinden in de keten. Beide kanten op, dus zowel naar je consument toe als naar je leveranciers toe. Mm -hmm. Maar we snappen dat je dat niet op 1 januari 2025 allemaal gereed hebt. Mm -hmm. Dus daarom is er ook een transitieperiode tot 2028. En die geeft je nog iets meer ruimte om ja, op best efforts mee aan de slag te gaan. Ja. Betekent ook niet dat je het naast je neer kan leggen? Nee, maar het geeft iets meer tijd. Nee, maar inderdaad, en voor beursfondsen is dit ook al een uitdaging. Ja. Uh, maar zeker ook voor grote MKB-klanten. Uh, uh, kan ik me ook best wel voorstellen dat überhaupt het onderkennen van je eigen materiële thema's een uitdaging is en dan nog de keten in. Dat wordt dan wel te veel. Dus het lijkt me ook goed dat we hier ook als tip meegeven aan, aan de kijker. Dat het eerst goed is om eerst de thema's te bepalen. En vervolgens de volgende stap is om verder in de keten te kijken. Uh, stap voor stap. Ja, en ik denk ook wel, het gaat uiteindelijk makkelijker worden. Hè? Op een gegeven moment moet iedereen hierover rapporteren. Dus ja. dan is dat genormaliseerd. Dus dan is informatie over je ketenpartners ook een stuk makkelijker. Want als jouw leveranciers ja. erover rapporteren, dan heb je die informatie. Ja. Het vervelende antwoord is dat we daar nu nog gewoon nog niet zijn. Nee, nee. En dus ga ook vooral het gesprek aan met elkaar. Zeker. Um, nou, wat daarin ook wel belangrijk is, is over welke tijd hebben we het. Uh, je moet een aantal uitspraken doen uh, in je rapportage over doelen die je stelt, over wanneer je dingen denkt te behalen, wat je ambities zijn. Voor waar niet gelden die? Nou, daarvoor maakt de CCD eigenlijk een onderscheid tussen korte termijn, dat gaat over het komende jaar, uh, middellange termijn tot uh, de komende vijf jaar, en lange termijn is dan eigenlijk al het ja, verder weg dan dat. En um, dat. Klinkt soms wat ingewikkeld uh, als het gaat om doelen. Dus als je doelen gaat stellen, en daar komen we zo nog wel op terug, denk ik dat je die ook vooral aansluit bij strategische agenda zoals je die Zeker, al hebt. Ja. Alleen dat kan zijn dat je ze een label moet meegeven of moet categoriseren, zoals de CSUD doet. Ja. Nou, ik denk dat dat op zich niet heel spannend is. Wat een stuk belangrijker is, is maar. Als ik dan moet rapporteren over duurzaamheid, moet ik dan ook al data hebben over uh, eerdere jaren, trendinformatie. Ja. Nou, eigenlijk zegt de CSD nee, dat hoeft niet. Uh, je bent verplicht om vanaf dat eerste boekjaar dat je rapporteert, dus waarschijnlijk 2025, je, je eerste waarden hebt, dus een soort van nulmeting, zo moet je het zien. Ja. Indien je al data hebt, en er is een grote kans dat informatie over je CO2 uitstoot, of over medewerkers dat je die al hebt, ja, dan is het natuurlijk logisch dat je die wel laat zien. Want hoe meer trendinformatie, hoe meer waarde voor de lezer. Hoe makkelijker is om te duiden en hoe je ook beter accountable kan worden gehouden voor de doelen die je stelt. Ja, ja, dus het is het is, het is niet een verplichting, maar probeer het met name toe te passen voor de KPI's waarvan de informatie al beschikbaar is. Ja. En ik vind dat altijd toch lastig, want op het moment dat ik zeg het is geen verplichting, heb ik het idee dat een aantal luisteraars dan denken, nou mooi, dat doen we niet. Nee, uh, nee, nee, maar het moet wel scherp makkelijk. zijn, omdat het al zoveel, zoveel uh, uh, informatie is wat uh, mm -hmm. eigenlijk uh, voorbereid moet worden. Ja. Lijkt het me ook goed om te laten weten waar die nuances nou liggen, zeg Precies. maar, uh, van wat moet en wat mag. Ja, en zie het dus vooral ook niet als een, uh, als een probleem als je dus op dit moment nog geen data hebt en je begint volgend het het jaar pas met verzamelen, ja. dan is er dus niks aan de hand. Nee. Nou, het laatste punt wat, wat heel belangrijk is hierin uh, gaat over due diligence. Dat is een term die heel veel wordt gebruikt ook in andere Europese wetten en regelgeving. Uh, laatst in uh, Nederland uh, kwam het eigenlijk ook aan bod toen het ging over de internationale MVO-wetgeving. Um, eigenlijk wordt er hierbij gezegd, de CSRD biedt een kader, je moet rapporteren over de impact die je hebt op mensen en milieu. En andere wetgeving en ook eigenlijk een subonderdeel van de CSRD vraagt dat je laat zien hoe je zorgt dat je die impact in kaart brengt en negatieve impact minimaliseert. Dus wat doe je om negatieve impact te identificeren, het te voorkomen en als het wel gebeurt, hoe reageer je daar dan op en nou, leer je daarvan en verbeter je? En dan kom je zo met nog een afkorting, denk ik: de CSDD. Ik probeer hem eigenlijk te vermijden, maar inderdaad, je hebt ook nog de CSDDD, dat is de Due Diligence Directive. Ja. En die gaat dus eigenlijk alleen over dit onderwerp. Ja. En mocht je als organisatie bijvoorbeeld bezig zijn eh, met nog een afkorting, de, de OECD Guidelines voor Multinational Enterprises, dat is eigenlijk het fundament als het over due diligence gaat. Ja. En wat zij zeggen is: neem verantwoordelijkheid voor alle impact die je veroorzaakt, en zorg dat je daar op doorlopende basis mee bezig bent. Oké, okay, nou Jure, je hebt net al kort stilgestaan bij de dubbele materialiteit, maar het lijkt me goed om nog even de dubbele materialiteitsprincipe nog toe te lichten. Uh, bij, uh, om, om materiële thema's te bepalen uh, schrijft de CSRD de dubbele materialiteitsprincipe voor, waarbij je als organisatie kunt evalueren of kunt nagaan welke uh, invloeden van buitenaf Um, materieel zijn voor u als organisatie en welke invloed, en welke invloed u als organisatie u, u heeft op mens en milieu. En dat is dan de impactmaterialiteit. Dus enerzijds imp invloed van buitenaf op de organisatie en van de organisatie op mens en milieu en de invloeden van buitenaf worden ook gezien als risico en kansen en de invloed die de organisatie heeft op mensen en milieu kan een potentiële positieve impact hebben dan wel een negatieve impact. En een voorbeeld bijvoorbeeld van een financiële materialiteit onderwerp is bijvoorbeeld reputatieschade of natuurrampen, waterschaarste. Dat zijn onderwerpen, dat zijn onderwerpen die van buiten of um, thema's die impact van buitenaf hebben op uh, op de organisatie. Ja, en ik vind het leuk dat je ook zegt potentieel, want dat is ook een belangrijke binnen de ECR's. Er wordt ja. eigenlijk een onderscheid gemaakt tussen de impact die er nu al daadwerkelijk is en impact die je potentieel kan hebben. Ja, nou, dat wordt natuurlijk wat vager en wat lastiger in te schatten, maar het laat ook zien dat je niet helemaal je oogkleppen op mag doen als je nee. hier naar kijkt, maar ook wat kan ik eventueel voor impact hebben, zowel positief als negatief. Ja, en als we het inderdaad vanuit de impactmaterialiteit bekijken... dan kunnen dat bijvoorbeeld ook um, uh, opleidingen zijn die je aan medewerkers geeft. Hè. Dus arbeidsomstandigheden is een heel breed begrip. Ja, het wordt vaak negatief uh, geassocieerd. Precies, wordt vaak negatief geassocieerd, maar het kan ook positief zijn. Door bijvoorbeeld, uh, als ik gewoon naar GT kijk... we zijn een dienstverlener, kennis is voor ons heel belangrijk. Ja. Dus hè, het geven van opleidingen is een belangrijk... Uh, van kwaliteit. Mm -hmm. Dus, um, dus dat, dat is even in concept, zeg maar, de dubbele materialiteit. En uh, dus het betekent dus impact, risico's en kansen op het gebied van duurzaamheid. En brengt met name en brengt verder focus aan, aan uh, de duurzaamheidsstrategie. Maar de vraag is ook van hoe bereid je dit nou voor? En wie moet je er allemaal nou bij betalen? Bij betrekken, er staat ook stakeholders. Maar... Ja, stakeholders is een woord wat je ook heel vaak zult tegenkomen als je de A-Stress uh, doorbladert. En um, mocht je al eerder een niet hebben gedaan, dan heb je die ook eerder betrokken. <coughs> wat je misschien wel bekend mee bent, zijn die, uh, die matrixen. Ja, de ene as staat wat vinden stakeholders belangrijk, op de andere as wat vinden wij als organisatie belangrijk. Ja. Nou, dat heb ik gezegd en mag je gelijk weer wegdenken, want dat is niet meer relevant. Nee. Um, het is niet zo dat wat de stakeholder vindt net zo belangrijk is als wat jij vindt. Maar men verwacht dat je de stakeholders eigenlijk doorlopend uh, betrekt. Dat is wat de CSRD ook zegt. Niet één keer per jaar voor een vragenlijst voor je materialiteitsanalyse. Maar op continue basis. Dat je op de hoogte bent wat er speelt. Wat zij vinden wat belangrijk is. En welke tools kun je daarbij gebruiken, Jure? Ja, nou ik denk dat je vaak al. Misschien ook zonder dat je het door hebt al heel vaak in contact bent met, uh, met klanten, met leveranciers. Misschien heb je een keer een consumentenonderzoek gedaan. Je hebt mogelijk met aandeelhoudersvergaderingen hoor je natuurlijk geluiden wat zij belangrijk vinden. Maar als je het echt specifieker hierop wilt gooien en je wilt ook nou, hele concrete vragen stellen over wij denken dat dit onderwerp voor jou belangrijk is, kun je dat bevestigen of kun je daar... Uh, toelichting op aanbrengen. Dan doen we dat bijvoorbeeld met vragenlijsten, dat kan via uh, interviews of focusgroepen. Daar zijn verschillende manieren voor. Ik denk ook dat het belangrijk is, wat vind jij fijn, wat voor soort contact om te hebben? Uh, nou, wij doen dat veel voor klanten als derde partij. Dat vinden sommige organisaties fijn, anderen doen het juist liever zelf. Want die zeggen, In ja, dit house. is een ja. heel mooie kans ook om dat gesprek aan te gaan. Ja, en om het dialoog aan te gaan met Precies. je stakeholders. Ja. Oké, okay. en dan als, als we nu, nu hebben we het concept uitgelegd, maar hoe geef je hier nou invulling aan? Ja, en dat is nog best wel een lastige vraag. Ja. Um, ik denk dat we op deze slide ook nog wel even zullen stilstaan. Even heel grof, um, ja, zie je hier drie stappen voor je. De eerste stap is dat je eigenlijk alle mogelijke duurzaamheids, relevante duurzaamheidsonderwerpen op een rij zet. De tweede stap is dat je ze gaat beoordelen en dat daaruit dan een lijst met materiële onderwerpen komt. En de derde stap is dat je die nader invult, kijkend naar de eisen die de ECRS stelt. Ja, maar dat is natuurlijk wel heel grof neergezet. Maar goed, als we even die stappen langs gaan, die eerste stap, die, die longlist... Um, nou, mocht je al je matriciteitsanalyse hebben gedaan, zal dat grotendeels overeenkomen. Je kijkt naar een aantal ja, relevante bronnen. Dus kijk bijvoorbeeld wat standaarden, duurzaamheidsstandaarden zeggen. Misschien een GRI of een CESPI bijvoorbeeld. Kijk wat uh, ja, je collega's, je peers aan het doen zijn. Wat zeggen sector uh, benchmarks of uh, ja, trendonderzoeker. Er is natuurlijk genoeg ook relevante documentatie die wat nuttig kan zeggen over wat voor jou in jouw sector belangrijk is. Zeker. Nou, ja. Pak die informatie samen, maar vergeet ook vooral niet het eigen perspectief. Dus je hebt ongetwijfeld al een eigen risicoanalyse. Je hebt al een flinke strategie, misschien ook wel op duurzaamheid. Nou, dat is ook allemaal input. En dat pak je eigenlijk allemaal samen, zodat je een, een redelijk volledige lijst hebt. Het belangrijkste is dat je de vraag kunt beantwoorden met uh, met ja, als het gaat om is de lijst compleet of mis ik nog onderwerpen. Je wilt er gewoon dat er geen onderwerpen missen, het moet vooral volledig. Volledig zijn. Ja. Ja. En, en ik denk met name dat het ook goed is om met branchegenoten in gesprek te gaan. Uh, want bijvoorbeeld voor een grote MKB'er heb je vaak niet hè, vergelijkbare verslagen beschikbaar. Nee, voor tuurlijk. beursfondsen is het natuurlijk wat makkelijker. Uh, zij hebben al een goede basis uh, liggen. Ja. Uh, maar voor uh, nou ja, het grote MKB denk ik dat het ook goed is om met branchegenoten... in. Het, het dialoog eigenlijk aan te gaan. En dat is sowieso denk ik een goede tip. En de geluiden die ik ook nog, zelfs afgelopen week nog heb gehoord, is dus ja, het zou wel heel raar zijn als wij totaal andere onderwerpen hebben dan onze directe concurrent. Ja, exact. Um, nu snap ik dat samenwerken niet altijd het, het eerste gedachte is, maar in dit geval kan het misschien ook juist wel heel efficiënt zijn. Elkaar helpen. Ja, ja, ja. want het is ook zonde om die exercitie allemaal individueel te doen, als je daar ook uh, samen in kunt optrekken. Ja. Nou, wat daarbij wel belangrijk is met die longlist is dat je ook wel echt definieert over wat voor thema heb ik het en dan ook wat voor impact zie ik, positief of negatief, en wat voor risico's en kansen zijn er. Okay, en ik denk ja. dat je tot dit jaar of ook nog wel in de verslagen over 2022 zie je heel erg, nou het is een thema en dat heeft deze definitie, punt. Terwijl de ETS wil weten, ja oké, okay, we snappen dat CO2-emissies voor jou belangrijk zijn of dat medewerkers voor jou belangrijk zijn, maar wat is dan exact de impact of de kans of het risico? Ja. En die scherp krijgen, ik denk dat dat voor veel organisaties nu de grootste uitdaging is. Ook al heb je dus een maturiteitsanalyse gedaan, dan denk ik dat je heel veel gewoon kunt hergebruiken. Maar er moet dus nog een slag overheen om die impact, kansen en risico's. Eruit en ho en, te filteren. en, en hoe, hoe kun je dat potentieel bepalen dan? Moet je dat dan kwantificeren of hoe, hoe werkt dat? Nou, dat is eigenlijk pas de volgende stap. Ik denk in die eerste stap wil je eigenlijk alleen maar weten is er een kans of een risico of een impact. Ja. En als het antwoord ja is, dan schrijf je hem op de lijst. Nou, dan heb je een longlist en die ga je vervolgens beoordelen... aan de hand van een aantal criteria die de ESRS ook heeft meegegeven... om inderdaad uh, ja, iets van een kader te bieden... zodat iedereen dat op ongeveer dezelfde manier kan gaan doen. Ja. Ik zal die even op het scherm toveren, schrik niet. Het is best wel veel. Maar wat je hier ziet staan is um, dat er eigenlijk een andere methode is... voor het analyseren van impactmaterialiteit dan voor financiële materialiteit. Als het gaat om impactmaterialiteit hebben we dus over positieve en over negatieve impact... En over financiële materialiteit, over kansen en risico's. En, risico's, ja. 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 en bij impact materialiteit, wat er wordt gevraagd is om aan de hand van een aantal elementen een beoordeling te doen. Dit is de, de handreiking vanuit de ESRS. Hoe je dat exact zelf doet, dat mag je invullen. Dat kan met een schaal van 0 tot 10. Dat kan met een, nou hier zie je, low, medium, high beoordeling. Ja. Je mag het zo kwantitatief of kwalitatief maken zoals je zelf wilt. Um, maar het kan soms helpen om het te categoriseren... zodat je mogelijk dan ook een drempelwaarde hebt. Dat je zegt, vanaf hier vind ik het wel materieel, vanaf hier niet. Ja. Maar er is niet één standaardwaarde dat we zeggen... nou, vanaf hier is het altijd materieel. Ja. Dat is ook weer ja, kijken naar de context van je organisatie. Het is ja. Yeah. Ja. Professional judgment noem je dat? Uh, zeker, mooi. zeker. En, en die judgment die zie je inderdaad uh, overal bij die thema's natuurlijk wel terugkomen. Want ja. het blijft de beste estimate die je kunt... De beste schatting die je eigenlijk op dit moment kunt maken... Ja. qua uh, materiële onderwerpen. Ja, dus er zijn ook niet per se echt... Ik moet oppassen, maar er zijn niet echt foute keuzes, zou ik ook nee. zeggen. Het gaat vooral om dat je ook is kunt onderbouwen waarom je die keuze ja. hebt gemaakt. En dat ja. denk ik ook voor jou uiteindelijk als controlerend accountant. Wil jij ook kunnen zien hoe deze lijst van materiële onderwerpen tot stand is gekomen? En mogelijk valt een onderwerpje op of mis je iets? Dat kan. Ja. Uh, zolang het kan worden uitgelegd. Ja, maar wij challengen natuurlijk die lijst ook natuurlijk met brancheinformatie. En mm -hmm. kijken ook natuurlijk van nou op basis van de activiteiten van de, van de desbetreffende onderneming. Wat zou je nou hier echt verwachten als materiële thema's? Ja. En als ik bijvoorbeeld bij GT uh, kwaliteit, niet als, hè, kwalitatieve dienstverlening, niet als materiële thema's zie, yeah. dan is dat natuurlijk wel heel erg opvallend. Dus het gaat ook met name om de logische volgorde en het proces, met name. wat erachter ligt om tot die materiële thema's te komen. Yeah. Ik zie hier ook herstelbaarheid uh, staan als een van de mm -hmm. uh, uh, voorwaarden, of tenminste kenmerken yeah. uh, voor negatieve impact. Is het dan de bedoeling dat, wij, dat een ondernemer bijvoorbeeld het potentiële, um, de potentiële impact herstelt? Of hoe moet ik dat zien? Nee, het, tenminste, als in het antwoord is nee, het moet niet gaan om de organisatie zelf. Um, wat ik denk heel mooi vind, als het om impact gaat, om positieve impact, kijken we dus naar hoe groot is de impact, voor hoeveel mensen is het, is het een klein beetje impact of is het heel veel impact. Mm -hmm. Voor negatieve impact doe je hetzelfde, maar gaat het ook om wat daarna? Dus is het herstelbaar? En een voorbeeld, stel dat het gaat om een bedrijfsongeval waarbij iemand is komen te overleden. Ja, dat is, dat is onherstelbaar. Dus de schade daarvan is natuurlijk gigantisch. Nou, dat is een voorbeeld van een impact waarbij de on, ja, onherstelbaarheid dus heel groot is. En daarom vindt de CSRD dat ook belangrijk om dat, ja, dat naar buiten te brengen, daar transparant over te zijn. Ja, oké. Okay. Dus het gaat inderdaad dan niet om dat je als ondernemer het zelf kunt herstellen. Nee, dus meer wij als wereld of wij als maatschappij. Dus ja. ook een schade aan biodiversiteit. Het is herstelbaar. Waarschijnlijk, maar met moeite. Oké. Okay. Um... Ja, ik zit nog even te kijken naar die financiële materialiteit. Uh, hoe zou je dit vervolgens toepassen als het gaat om kwantificeren? Nou. Wat je net ook al aangaf, hè, het is heel subjectief. Ja. Dus um, uh, er kunnen onderwerpen, er kunnen kansen zijn voor uh, als je kijkt naar financiële materialiteit, door bijvoorbeeld een bepaald product verder te verduurzamen. Ja. Um, maar ja, in hoeverre heeft die... Maar als je het dan gaat kwantificeren wat die verduurzaming, wat voor impact dat heeft op toekomstige kaststromen, nou dat is natuurlijk wel een grote stap. En uh, we zien in de praktijk dat dat best wel lastig is om, die om, om dat dusdanig te kwantificeren in, in, in de cashflow voorkast. Ja, dus je hoeft een. Maar eigenlijk als ik het zo hoor, dan is het op dit moment nog uh, heel uitdagend om daar een Euroteken achter te plakken. En zou het voldoende zijn om te zeggen waar in die cashflows, waar in de kaststromen. Verwacht ik dat ik deze impact zal voelen? Nou, je zult met name in de praktijk zien, als het gekwantificeerd wordt, dat er een lijst aan aannames ter grondslag ligt. Ja. En die aannames, daar moeten we een goed begrip bij krijgen. Van hoe zijn die aannames tot stand gekomen? Vinden we die aannames logisch? En, uh, maar die aannames moeten wel gemaakt worden. Ja. En wat het voordeel, ik denk, voor veel organisaties hierbij is bij die financiële maturiteit, is dat een deel uh, heb je waarschijnlijk al eerder bekeken of geanalyseerd. Omdat dat misschien al je huidige risicomanagement uh, betekent. Waar ongetwijfeld al een heel aantal duurzaamheidsonderwerpen in zitten. Dus die heb je al. Wat denk ik wel belangrijk is om te zeggen, dat uh, A. Er zijn mogelijk ook andere risico's, omdat je natuurlijk echt inzoomt binnen bepaalde duurzaamheidsthema's. Als je met die blik naar kijkt, vallen mogelijk andere dingen op. En B, vergeet de kansen ook niet. Zeker, uh, ze zijn er ja. vaak minder dan de risico's, uh, is onze ervaring. Maar ze worden uh, makkelijk vergeten. Ja, ja, maar de hele intentie is ook om natuurlijk te, uh, te beoordelen van wat er nou beter kan. Dus je gaat automatisch, zeg maar natuurlijk ook kijken van ja. wat is nou die negatieve impact die je mm -hmm. hebt en hoe kun je dat nou reduceren. Ja. Um, maar Jure, als, als je zo'n longlist maakt, moet je dan gelijk met 20 onderwerpen beginnen? Of heb je een longlist van 100 onderwerpen? Of is dat echt afhankelijk van de uh, omvang van de onderneming? Hoe moet ik dat voor me zien? Um, hoe complexer de onderneming, de activiteiten, de keten, ik denk wel dat je automatisch meer onderwerpen krijgt. In principe is die longlist, daar zit geen vast, uh, vast aantal aan. Je, je gaat een aantal bronnen onderzoeken. En als je het idee hebt dat je volledig bent, dan denk ik dat je ook wel volledig bent. En dat is natuurlijk een check die je ook niet als één persoon, als individu doet. maar die je waarschijnlijk samen met een aantal collega's doet, mogelijk laat checken door een aantal stakeholders. Ja. En als je dan volledig bent, dan denk ik dat het ook goed genoeg is en dat jij daar ook als accountant uh, genoeg mee neemt. Ja. Maar ik denk wel dat het ook goed is om zeg maar, te beginnen met misschien drie mooie thema's, dat verder uit te werken. En dan verder te kijken naar naar andere thema's. En niet gelijk te beginnen met twintig thema's en dat gelijk uit te werken. Nou, dat is meer, dat is meer die stap drie natuurlijk. Dus zodra ja. je die materialiteit helder hebt, wat zijn je thema's? Um, je moet uiteindelijk over alles rapporteren, over alle materiële thema's. Maar aangezien er al best wel veel op je afkomt, kan ik me voorstellen dat je inderdaad dat met een begin doet. Uh, start. Ja. Ja. We weten, ja, wat is, hoeveel onderwerpen zijn materieel? Dat is uh, een vraag die, waarop ik het antwoord ook niet weet. Ik zou zeggen, ergens tussen de 10 en de 15 is wat wij vaak gebruiken. Maar dat is ook meer een gevo gevoelsmatig eigenlijk dan, uh, dan perfect onderbouwd. Ja, maar het is echt afhankelijk van de omvang van de organisatie, de activiteit en de complexiteit, inderdaad. Ja. Dus ik denk dat dat ook wel van belang is om dat nog even aan te kaarten. hebben we vragen ontvangen voor ECRS 1 zover? Oké. Okay. Dan gaan we verder naar ESRS 2, de General Disclosures. Ja, waar dus ESRs 1 vooral het kader aanreikt, uh, geeft ESRS 2 daar al wat meer invulling in. En eigenlijk zeggen ze, als het gaat om duurzaamheid willen we een aantal uh, onderdelen weten. Uh, Eén daarvan is uh, governance, het andere is uh, strategie. En wat daarbij wordt gevraagd is, geef nou weer wat jij doet als organisatie om op duurzaamheid te sturen. En wie is er voor verantwoordelijk? Hoe lopen de lijnen? Wie heeft welk mandaat? Maar ook wat is de kennis en ervaring die jullie hebben? En ik weet in elk bestuursverslag dat er hele mooie pagina's over de ervaringen en cv's van bestuursleden. Nou, dat moet nu worden uitgebreid met ervaring en kennis op het gebied van duurzaamheid. Mooi. Ik denk dat dat nog wel gaat tegenvallen in de eerste rapporten. <laughs> Mooi. Ja, dus dat, dus dat gaat wel een verandering zijn, maar ook dus, we noemden het net al een stukje risicomanagement, due diligence, wat doe je daaraan? Dus hoe werkt de interne beheersing als het gaat om duurzaamheid? Nou, het andere punt is strategie. In hoeverre heb jij ook een strategie op, uh, op duurzaamheid en dan dus weer op die materiële onderwerpen? Um, en we verwachten ook dat je daarin wat zegt over hoe heb je de stakeholders meegenomen? Hoe heb je hun belangen overwogen? Wat voor plek heb je dat ge uh, gegeven? En ook hoe interacteert jouw strategie weer met die onderwerpen? Ik denk dat je ook zult zien dat voor veel organisaties hun reguliere strategie al heel erg aansluit bij die materiële onderwerpen die ze identificeren. Zou ik zou verbaasd zijn, eigenlijk, als het niet zo was. Dus heel veel doe je ook al. Ik denk dat dat ook al wel de boodschap moet zijn. Alleen de CSRD vraagt dat je er iets anders naar kijkt en iets scherper in bent. Maar voor de meeste organisaties, die zullen echt niet met uh, nul hoeven beginnen. Nee, nee. Nou, en het tweede, het tweede deel erbij, eigenlijk, dan gaat het ook om hoe manage je dan die impacts, risico's en kansen. Dat zit ten dele in hoe heb je ze uh, geïdentificeerd. Dus dat gaat dan weer over die analyse en dat proces. En daarbij is ook vooral belangrijk dat je de, dat documenteert. Dus hoe is het proces verlopen? Welke keuzes heb je gemaakt? Waarom heb je bepaalde dingen wel of niet meegenomen? Nou, dat zijn bij uitstek iets wat je opschrijft, juist zodat jij als accountant dat kan inzien. Dat is niet iets wat je heel uitgebreid in je rapportage hoeft op te nemen. Nee, nee. En als het dan gaat om die, die impact. Uh, risico's en kansen, dan verwacht men uiteindelijk, en dat zie je ook bij de indicatoren en doelen die ik aan de rechterkant uh, laat zien, dat je voor elk van die onderwerpen uh, een beleid, een actie of acties, indicatoren en doelen hebt. Voor elk uh, materieel thema? Elk materieel thema. Oké. Okay, ja. ja, en vooral bij die doelen is nog wel even belangrijk om te benadrukken dat het gaat om outcome-gerichte doelen. Dus dat betekent dat je een doel moet hebben wat om een verandering gaat. Waar het nou, als we, dan weer, we hebben het over de keten. En ik snap dat het heel moeilijk is om verandering in de keten in kaart te brengen. Waar we voorheen vaak zagen, nou, 80% van onze leveranciers voldoet aan een bepaald ESG-keurmerk. Nou, heel mooi, uh, mag je nog steeds rapporteren, natuurlijk. Maar dat is niet een doelstelling die een verandering laat zien. Je wilt juist wat is dan de verandering die je daarmee teweeg brengt. Dus veel meer op die verandering uh, moet je ook doelen gaan zetten. Uh, ik denk dat dat makkelijker is uh, binnen de organisatie dan binnen de keten. Mm -hmm. En dat zal waarschijnlijk ook per jaar wat beter worden. Ja, ja. Maar die, die vier punten, dat zijn eigenlijk ook dus de kernvragen voor die materiële thema's. Uh, even afgekort tot, tot byte, beleid, acties, indicatoren en doelen. Ja. Dus als het over beleid hebben is wie is uh, ja, over welk hoe kaderen we het onderwerp? Waar hebben we het eigenlijk over? Waar speelt het zich af? Is het iets bij jou of is het iets in de keten? En tot hoever in de keten dan? Maar ook wie is ervoor verantwoordelijk? Hoe is de governance ingeregeld? Nou, dat soort dingen wil je daar allemaal opnemen. Bij de acties gaat het vooral om wat doe je er dan, wat voor projecten, initiatieven ben je aan het ondernemen om te zorgen dat je um, nou binnen dat thema stappen maakt. En ook wanneer, binnen welke tijd. En dan moet je indicatoren hebben, KPI's waarmee je uh, meet wat de voortgang is en hoe effectief jouw beleid en je acties zijn. Ook belangrijk is dat je die ook heel helder definieert en beschrijft, ook weer in het kader van vergelijkbaarheid. Zeker. Ja. Uh, ook leesbaarheid, uh, überhaupt voor stakeholders, maar ook voor de accountant. Want ja, als je een bepaalde KPI hebt, wat betekent, je? wat betekent dat precies? Wat bedoel je er dan mee? Maak het smart, ja. Maak het smart, dat ja. is hem. Ja. En het laatste is dus die doelen. En ook uh, ze moeten uitkomgericht zijn, ze moeten passen, duidelijke beschrijving, een duidelijke scope waar we het wel niet over hebben en ook een tijdhorizon. Ja. En daarbij zou ik wel de tip willen meegeven, wat ik nu veel in verslagen zie... is dat uh, het ene doel is op 23, het andere doel op 24, dan eentje op 25. Het is natuurlijk wel makkelijker als je daar ook wat consistenter in bent... dat er een duidelijke agenda is van waar staan wij over een aantal jaar. En ik ga ervan uit dat de meeste organisaties dat vanuit hun strategie toch al doen. Zeker, zeker. En als je kijkt naar uh, dat eerste puntje beleid... Ja. en daar staat uh, wie de verantwoordelijke is... moet je dan per materiële thema in je duurzaamheidsverslag aangeven... Uh, wie de verantwoordelijke is, of kun je dat ook anders aanpakken in het verslag door een algemene opmerking? Erover? Nou, volgens mij willen we vooral waken voor wat jij zei dat het uh, van die ellenlange lijsten en opsommingen worden. Uh, ja. Ik denk in de praktijk dat dat nou, afhangt van de uitkomst van je materiële onderwerpen. Maar stel je voor dat jij uh, vier onderwerpen hebt binnen milieu dan kan ik me voorstellen dat je één milieubeleid hebt, één overkoepelend milieubeleid, wat zowel gaat over afval als over biodiversiteit als over uitstoot. Ja. En dat daarin een duidelijke ja, beschrijving staat van wie er verantwoordelijk is en hoe de lijnen lopen. Ja, dat heb je dan één keer afgedekt, dan hoef je dat natuurlijk later niet meer te doen. Nee, nee. Dus ja, de CSD vraagt wel dat je al die onderwerpen goed bespreekt en beschrijft, maar dat betekent niet dat ze allemaal geïsoleerd individueel langs moeten komen. Dat kan natuurlijk ook op een iets behapbaardere manier. Ja. Nou, wij hebben een poging gedaan om uh, in, een, in het jaarverslag uh, dezelfde structuur te vinden bij in ieder geval beursfondsen. En dat valt tegen. En dat valt tegen, <laughs> inderdaad. Maar we hebben toch uh, proberen samen te vatten voor Unilever in dit geval. En het voorbeeld gaat over uh, waterschaarste. Wat nou het uh, uh, beleid is uh, van uh, Unilever daarop. En uh, misschien kun je nog even doorklikken. Ja. En wat het beleid is van Unilever over waterschaars, om waterschaarsen tegen te gaan. En daar uh, rapporteren ze over dat ze nou, minder waterintensieve pro uh, producten proberen te produceren. Maar ook uh, protocollen aangaan met hun leveranciers. En hun door hun aan te moedigen om uh, in ieder geval bewuster met water om te gaan. En daarnaast hebben ze ook expliciet opgenomen dat bestuur verantwoordelijk is voor alle risico's en kansen en ook omtrent klimaatverandering. Dus dit is wel iets waar je uh, natuurlijk niet per thema dat uh, naar voren ziet komen. Uh, wij hebben een poging gedaan om het allemaal uh, chronologisch hier te, uh, samen te vatten. Maar uh, als je het jaarverslag van Unilever erbij pakt, dan zie je dat een deel zeg maar in het jaarverslag zelf wordt gemeld, maar een deel ook op de website. Ja en ik denk ook dit. Hè, we komen mogelijk klinken wat negatief hierin. Dat betekent niet dat Unilever het nou per se zo slecht doet. Nee, dat, dat is, is een goede ook omdat start, dit de ja. staat van de markt is. En ik denk dat Unilever daarin al jaren al wel een van de koplopers is qua rapportage. Ja. Maar eigenlijk het feit dat jij zoveel moeite moet doen om deze losse onderdelen eruit te halen. En dat als we het beoordelen, we het nog, nog niet duidelijk en goed genoeg vinden. Laat ook wel zien hoe belangrijk die CCD is. Zeker. Want die informatie was nog niet zo makkelijk voor handen. Nee, en als het ook samenkomt, dan wordt het ook relevanter en begrijpelijker. Ja. Yeah. Um, de acties die ze hebben genomen op, uh, om waterschaarste tegen te gaan, is inderdaad nieuwe technologieën. Dus dan komt die innovatie waarom omhoog uh, kijken. En ze hebben ook water stewardship programma's uh, op, uh, opgezet. Indicatoren moest ik ook nog even opzoeken. Nou, dat, waren, uh, dat is in ieder geval waterverbruik in uh, kubieke me meter en, uh, en het aantal watergevoelige uh, productielocaties. En dat laatste, daar wil ik nog wel een voorbeeld bij geven. Uh, Unilever heeft een uh, ijsjesfabriek in Turkije staan. In een uh, omgeving waar ook mensen omheen uh, wonen. En, um, en die hebben ook water nodig. Dus de mm -hmm. consumptie die. Uh, dat fabriek heeft qua water is natuurlijk heel erg hoog. En dat drukt Waardoor... op de omgeving. En dat drukt natuurlijk ja. ook op de omgeving. Dus wat ze nu hebben gedaan is gekeken of ze dat water wat ze verbruiken ook kunnen recyclen. zodat het herbruikbaar is mm -hmm. voor ook de omgeving. En dat zijn natuurlijk wel hele mooie initiatieven die ze, uh, die ze op dit uh, vlak uh, uh, hebben. Ja, en tegelijkertijd is die dus ook weer gevaarlijk. Want ik denk als je kijkt naar veel rapportages tot dusver. dat het juist een opsomming is van dit soort hele mooie initiatieven. En dat zijn hele belangrijke uh, onderdelen. Dat zijn ook waarschijnlijk pilots die ze mogelijk gaan opschalen. Maar het zegt natuurlijk nog niet zoveel over hun totale beleid en nee. uh, prestaties als nee. het gaat om water. En ik denk dat ook een van de dingen die ergens in de CSRD in kleine letter staat... is dat men verwacht dat er ook een analyse op los wordt gelaten op hoe positief of hoe negatief het rapport is. Ja. En stel je voor dat jij een rapport neerzet dat voor 95% alleen maar positieve woorden gebruikt... Dan ben je of werkgever van het jaar, of uh, misschien moet je toch iets kritischer kijken en, en iets transparanter ook zijn over die negatieve kant. En dat is natuurlijk wel echt het idee van het CCD, dat het een compleet beeld geeft, ook van de negatieve dingen en de dingen die je minder goed doet. Precies, en als je die doelen en indicatoren ook scherp zet, ja. dan kun je ze achteraf ook beter evalueren en reflecteren in hoeverre je ze hebt gerealiseerd. En dan kom je naar in de werkelijkheid van, oké, okay, ja. waar staan we nu eigenlijk? Ja. Want dan kijk het naar het doel wat Unilever hier heeft gesteld. Is dat, vind jij dat een goed voorbeeld? Nou, wat ik net ook zeg, hè, het überhaupt opzetten van wat, stewardship-programma's, vind ik een hele positieve ontwikkeling. Want ja. waterschaarste is een probleem waar we ja. met z'n allen mee te maken gaan hebben. Of deels al in de wereld mm -hmm. mee te maken hebben. Maar het is voor mij nog niet concreet, zeg maar, wat dit nou precies voor Unilever betekent. En hoe, hoe ze nou die waterschaarste eigenlijk tegengaan. En ja, ja. ik ben heel erg van het... Kwantitatieve. Mm -hmm. In plaats van het kwalitatieve. Dus wat ja, precies. Dus wat betekent dat nou eigenlijk? <laughs> ja. ja, en ik denk dat dit ook is waar we wat we veel zien. Ik denk dat beleid vaak wel uh, aanwezig is op Zeker. veel van deze thema's. Uh, ja. Soms moet het nog wel wat aangeschept worden dat het echt gaat over die kansen, risico's en die impacts. Uh, maar dat is er vaak wel acties worden ook ondernomen. Alleen als het gaat om het meten, dan worden niet altijd alle goede KPI's gebruikt. En de doelen. Uh, ja, sluiten vaak aan ook op de KPIs die er zijn en worden minder beredeneerd... van wat we ik nou echt bereiken, wat wil ik nou echt veranderen. Ja. Tips, hoe nu verder? Ja, ik... Uh... Ik hoop dat we hiermee al een beetje een beeld hebben gegeven wat ECRS 1 en 2 uh, geven. Natuurlijk al deze ja, termen ook en afkortingen die we hebben gebruikt, die staan met veel meer duiding en toelichting in de ECRS zelf. Maar zo ja, hebben we tenminste een beetje een beeld van wat staat er nou. En ik denk dat de voornaamste takeaway daarbij ook is, uh, ga aan de slag met, uh, met materialiteit. Goed, die is redelijk voorhanden, maar wat voor tips uh, hebben we nog meer? Zeker. Uh, nou, een tip die we als uh, heel vaak geven zeg maar, uh, aan, aan onze klanten ook, is natuurlijk: stel een multidisciplinair team op. Ja. Het is, uh, de, de ideeën komen niet van de financiële afdeling, en ook niet alleen van de marketingafdeling. Nee. Het moet een samenwerking zijn van uh, diverse uh, collega's binnen, binnen het bedrijf. Ja, jij hebt ook omdat je materiële onderwerpen natuurlijk ook binnen al die afdelingen spelen. Precies. En um, daarnaast, wat we net ook al aangaven, is: ga in gesprek met je branchegenoten. Ga dialoog aan. Want het, het gaat juist om het volledige beeld. En wat wil je ook als branche bereiken? Welke verandering wil je nou eigenlijk mm -hmm. um, uh, maken als, uh, als ondernemer? En betrek de accountant ook bij, tijdens het proces. Het is ook goed om af en toe zeg maar te sparren en ons in te zetten, om, om met ons het gesprek aan te gaan als trusted advisor. En uh, in plaats van achteraf, als wij komen en we denken: hé, hey, je mist nog een materiële thema. Ja, en ik denk ook, hè, eerlijkheid gebied hier ook te zeggen, dit is voor iedereen nieuw, ook voor de meeste accountants. Hè. Nou, jij bent natuurlijk een van onze specialisten die hier wel mee bezig is, Zeker. maar ook niet iedereen, al onze collega's zijn hier uh, al jaren mee bezig, dus nee. wij zijn ook hard aan het opleiden. Maar het betekent ook dat afhankelijk van wie je accountant is, uh, zowel welke organisatie als welk individu, uh, kan het ook zijn dat je net een iets andere visie of een iets andere interpretatie hoort van de CCD, van uh, duurzaamheid in het algemeen. Dus ja, hoe eerder je daar ook samen op één lijn kan komen ja hoe minder kopzorgen dat uh, in een later stadium geeft. ja ja nou wat zien we daarbij dus ook als wel belang is dat je uh, zorgt in ieder geval voor de collega's voor wie het relevant is dat je die ook een passende opleiding geeft uh, nou denk in ieder geval aan de mensen vanuit je duurzaamheidsteam en vanuit de financiële afdeling maar mogelijk meer vanuit nou eigenlijk die projectgroep die jij eerder uh, noemde ja en ook um, ja, wacht niet tot alles gereed is, maar begin. Nou, mocht dit uh, niet het eerste, maar tiende webinar zijn over de CSRD, dan ben je mogelijk al moe hiervan, want iedereen zegt dit de hele tijd. Maar we zien ook hoe traag het nog gaat. En al alleen maar om die stappen hierboven te doen, dat vergt al best wel wat. En dan ben je nog niet eens begonnen met de materialiteitsanalyse. Laat staan met het rapportage. En dat heeft gewoon echt tijd nodig. Zeker. Dus ja. we weten nog een aantal dingen niet, maar we weten ook heel veel. Dus ga ook vooral kijken wat vind je belangrijk uh, is dit het moment om jezelf te onderscheiden? Uh, waar wil ik wel of niet ambitieus in zijn? Hoeveel tijd en middelen heb ik ervoor beschikbaar? Dat zijn natuurlijk ook hele reële vragen die je ja, vooraf ook moet uh, kunnen beantwoorden. Ja, en, en we zien nu ook in de praktijk, hè, ook bij onze klanten... dat uh, mm -hmm. een aantal collega's uh, van hen ook uh, een, een ESG-opleiding volgen. Om gewoon die kennis verder in huis te halen ja. en om te kijken van wat, wat betekent dat nou? Ja, en ik denk dat het ook heel goed is. Um, wij helpen natuurlijk ook heel graag, maar je wilt ook dat het geleefd en begrepen wordt vanuit Zeker, de organisatie. Ja, ja. Nou, wat Jure ook al zei: start op tijd uh, met, met een materialiteitsanalyse en een gap-analyse, uh, en uh, documenteer de genoomstappen. Goed, want ook wij moeten uh, als accountant het proces ook controleren wat er vooraf is mm -hmm. uh, afgegaan. Yeah. En moeten begrijpen, zeg maar, uh, welke afwegingen en aannames er gemaakt zijn. Dus uh, documentatie op dit gebied is key. Het betekent niet dat elke. Afweging die wellicht niet eens dusdanig spannend is, gedocumenteerd hoeft te worden. Mm -hmm. Maar het gaat met name om de rode draad in het, in het hele verhaal. Dus uh, vaak krijg ik ook van ja: moet ik dit documenteren of moet ik dit niet documenteren? En uh, uh, voor mij is het met name van belang dat ik goed kan begrijpen hoe het proces is, 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 is gelopen en wie erbij betrokken is geweest. Ja, en ik denk ook wat jij zegt over de grote keuzes. Dus ja. Stel dat je twijfelt bij de laatste paar onderwerpen die de lijst net niet hebben gehaald. Precies. En die ja. neem je wel mee of neem je niet mee. Nou, daarbij zou ik het heel logisch vinden als je daar een toelichting aan geeft. En dat ja. kan natuurlijk ook bondig, ja. maar wel belangrijk dat je laat zien dat je erover na hebt gedacht en dat het een welverwogen keuze is. is Zeker, ja. ja. Ja, en toch belangrijk denk ik ook om te zeggen. Um, het gaat om transparantie, de CSRD. Dat doet soms toch ook een beetje pijn om te zeggen. Ik ben consultant duurzaamheid en impact. Dus voor mij gaat het meer om strategie dan om de rapportage. En tegelijkertijd snap ik dat dit al best wel een opgave is. Dus zorg eerst met alles in kaart brengen. En de CSRD vraagt om dat te doen. En als het antwoord is, we hebben een materieel onderwerp geïdentificeerd. Maar we hebben geen beleid, geen acties, geen KPIs en ook geen doelen. Dan zul jij daar als accountant op kunnen aftekenen. Want dan heb jij voldaan aan de rapportageplicht van de CSRD. De vraag is hoe leuk die boodschap is naar de buitenwereld, hoe je stakeholders daarnaar kijken, of dat past verder in je reputatie. Maar dat zijn andere vraagstukken. Maar als je kijkt sec naar wat de CSRD vraagt, is dat puur openbaarmaking, transparantie. Ja, en waar sta je eigenlijk nu? Ja, en tegelijkertijd is het um, wel voor ons belangrijk dat je het serieus neemt, dat het parallel gaat met je duurzaamheidsstrategie en dat het daarin ook bruikbaar is. Dus het gaat om je duurzaamheidsstrategie, het gaat om de ambities die je daarin hebt en hoe je dat gaat doen. En de uitkomsten daarvan, die rapporteer je. Maar een rapportage is niet het doel op zich. Op zich nee, het gaat met name om de acties en de verandering die je, die je wilt bereiken. Precies. Ja. Nou, hoe kunnen wij daar ook uh, mee helpen? Ik, uh, ik denk dat dit een aantal manieren zijn hoe we dat kunnen doen. Uh, wij proberen natuurlijk ook zoveel mogelijk mee te denken. Dus uh, in, na afloop van het webinar zullen jullie een, een mail ontvangen met daarin meer informatie... Waarin ook deze punten nog verder worden toegelicht. In ieder geval hebben wij ook een beslisboom die helpt om in kaart te brengen. val ik wel of niet onder de CSRD? Die... En we hebben ook een quickscan. En dat is eigenlijk op basis van die, die blokken die we net lieten zien. als het gaat om materialiteit, als het gaat om de keten. hoe ver ben je al? Ja. Dat geeft een soort van eerste inzicht. En in onze ervaring helpt dat heel erg. Om intern na te gaan denken. En ja, ga dat misschien even met collega's invullen dan, en vergelijk ook de antwoorden, want dan weet je ook hoe je denkt dat je staat. Dat ja. kan soms ook nog wel interessante uitkomsten bieden. Zeker. Nou, belangrijk ook is, wat we zeiden, een stukje opleiding. Wij uh, helpen daar zelf ook in. Uh, wij hebben een CCD-opleiding ontwikkeld. Uh, eerste editie is zojuist gestart, maar de eerstvolgende is al in de maak. Dus schrijf je ook vooral op tijd in zodat uh, je daaraan mee kunt doen. Want dat biedt ook de handvatten en de meer diepgang... zodat je zelf ook een traject uh, rondom de CCD kunt begeleiden. En mocht je denken, nou, leuk en aardig... Uh, ik ben opgeleid, ik heb de quick uitgevoerd... maar ik vind het toch nog best wel lastig. En die vraag krijgen we natuurlijk ook vaak. Wij kunnen ook meedenken op andere manieren. Dus neem vooral contact op met Sabrina of met mij of andere collega's. Uh, we hebben genoeg specialisten in huis die graag uh, meedenken... als het gaat om uh, de CCD en duurzaamheid. Zeker. Um... Vragen? Ja. Um, nou, als ik kijk even naar een aantal vragen die hier voor me hebben staan, is dat één vraag ging over dubbele materialiteit en hoe vaak je dat moet vaststellen. Nou, het antwoord is: doe dat alsjeblieft niet jaarlijks. Nee. Uh, zie het als een strategie. Dat ga je ook niet jaarlijks herijken. Echter, zijn we nu nog in de beginfase, dus als je hem dit jaar doet, zou ik aanraden het volgend jaar opnieuw te doen. Want er zijn lessen die je leert, er is mogelijk aanscherping op de standaard. Je hebt gezien hoe stakeholders hebben gereageerd. Dus die maturiteitsanalyse is nu nog handig om wel even frequent uh, te herhalen. Waarbij ik herhalen niet betekent dat je helemaal weer opnieuw gaat beginnen met die longlist. Maar waarschijnlijk dat je even opnieuw kritisch kijkt naar de keuzes en naar de beoordelingen die je op het einde hebt gemaakt. Mm -hmm. En vanaf dan, nou wij zeggen vaak elke drie jaar vind ik een mooie frequentie om een analyse uit te voeren. Ja, nou dat lijkt me een passend uh, antwoord. Ja, en uh, we zien ook een uh, vraag over de, uh, nou de cijfers, de data die uh, we eerder noemden: van moet je al vergelijkbare cijfers hebben. Nee, dat hoeft dus nog niet vanaf 2025. Waar je het hebt, wordt het zeer gewaardeerd door de Europese Commissie, <laughs> als je daar wel over rapporteert. Ja. Maar het is geen vereiste. Nee, 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 dus zie 2025 echt als een baseline, als een nulmeting, nulmeting om, uh, ja. om mee te starten. Een eerste jaar, een eerste start. Ja, ja. En wat dat betreft verwacht ik wel dus dat als je goede KPI's stelt, dat die ook uh, hetzelfde blijven over de komende jaren. Ik kan me wel voorstellen dat je je doelen wat aanpast onderweg. Want als je doelen aanstelt terwijl je pas één jaar data hebt, uh, geeft dat nog niet altijd natuurlijk alle informatie. Nee, nee, maar voor de vergelijkbaarheid is het ook goed om enige consistentie te behouden ja, in, uh, in de KPI's. Want anders wordt het ook heel lastig om uh, ja. Nou ja, die vergelijking te maken. En ook hier helpt het om te kijken, de CSRD biedt zelf uh, een flink aantal KPIs als voorbeelden of als voorbeeld soms als verplichtingen. Ja. Dus stel dat het onderwerp biodiversiteit verplicht is voor jou... dan geven zij aan, rapporteer over deze indicatoren. Ja. Nou, dat is natuurlijk heel fijn, want die zijn al gedefinieerd. Daar hoef je zelf niet over na te denken. Dan is het lastig genoeg, zorg dat je de informatie uh, bij elkaar haalt. Oké. Okay. Uh, wat verder zien we, vragen rondom onze CCD-opleiding. Uh, waar u kunt inschrijven? Nou, zoals gezegd, komt er dus morgen een mail jullie kant op. En daarin staat meer informatie uh, over veel wat we hebben gezegd. Uh, hebben. Er komt opname jullie kant op en ook de slides. En daarin staat ook een uh, aanmelding voor de opleiding. Mocht je nog meer informatie daarover willen, ja, neem gerust contact op en dan uh, praten we je graag bij. Zeker. Ik kijk nog even naar de vragenlijst, maar ik zie dat er niks meer binnenkomt. Um, dus wat mij betreft kunnen we richting afronding gaan. Nou, dan wil ik uh, de kijkers graag bedanken uh, voor uh, het online bijwonen van dit uh, webinar. Zoals Jure net al aangaf, krijgen jullie achteraf nog een mail uh, met uh, de, de informatie die Jure net heeft uh, beschreven: de CSRD uh, Quick Scan link, uh, de beslisboom, meer informatie over de opleiding, de sheets van vandaag. Uh, een link naar de opname van dit webinar. Dus heel veel informatie om, uh, om, rustig af, om uh, achteraf nog rustig door te nemen. Uh, de boodschap van vandaag is dat jullie als kijker in ieder geval mee hebben gekregen dat er een dubbele materialiteitsprincipe is, waarbij. Uh, Waarbij onderwerpen uh, relevant kunnen zijn, waarbij je rekening houdt met invloed van buitenaf op de organisatie en van de organisatie op, me op mensen en milieu. Ga met name aan de slag met die positieve en negatieve impact die, die jullie op dit moment zien. Mm -hmm. Ga dialoog gaan met je stakeholders en uh, met je branchegenoten. En vertaal de thema's die je identificeert als materieel naar beleid, acties, indicatoren en doelen. En byte, dank u wel <laughs> voor uw deelname.